Hallo, ik ben Marilie Froinga en ik ben 9 jaar en ik zit op de Heemde. En ja, wij hebben dus nu de Kids en Kunstweek. En ik doe daar mee. Het hele school. Dankjewel. Ik ben Maud van Dijk, ik ben 7 jaar oud en ik zit op de Heemde. Zeg maar. Hallo, ik ben Sophie van Dijk, ik ben 9 jaar en ik doe mee met deze zender. Wij hebben de Kids en Kunstschool. Dat is, daar kan je 2 weken zelf dingen kiezen met kunst, wat daarmee heeft te maken. En daar kan je ontdekken hoe leuk kunst eigenlijk is. En Maud, vertel eens, welke kunstenaars, welke beroemde kunstenaars heb je allemaal zo langs zien komen? Vincent van Gogh, Kandinsky en Andy Warhol. Andy Warhol, ja. Wat maakte Andy Warhol dan? Die maakt van oude kleuren, doet hij er weer nieuwe kleuren bij in. Nou, het is wel heel leuk, want bij beroemde kunstenaars kan je ook zeg maar de techniek en zo. Want bijvoorbeeld bij Vincent van Gogh, hij maakt allemaal kleine streepjes en daar maakt hij zo'n groot schilderij van. Ja. En Sophie, vertel eens, jullie mochten dingen maken eigenlijk, hè? Jullie mochten creatief zijn. Waren daar ook lessen in? Ja, je had 1 dag ongeveer 2 uur of 1,5 uur of zo. Had je om zelf te leren wat je kon doen. Bijvoorbeeld boetseren hier achter ons. Daar zijn allemaal kabouters en allemaal hoedjes met vrouwtjes en die dingen gemaakt. Ik weet niet hoe die heten. Maar je kon je dus helemaal uitleven. Er was een mevrouw bij en die legde alles uit. En het was gewoon heel leuk om te doen. Ja. En Madelief, ga je nou kunstenaar worden? Nou, ik vind het wel leuk om kunst zeg maar te maken. En ik ga zeker wel veel schilderijen en zo maken. Maar wat ik echt wil doen is dansen en actrice worden. Ja. En jij dan? Ik hou ook aan mijn eigen dingen. Ik vind kunst ook heel leuk. Maar ik zal toch liever kapper worden samen met Madelief en actrice. Dat wil ik dus samen met Madelief doen. Ja. Mm-hmm. Oké. Okay. En Maud, wil jij ook kapper worden of kunstenaar of danseres? Nee, ik wil liever dierenarts worden. Oh, je hebt dus vast een huisdier al. Nee. We krijgen wel een cavia. Oh, en wanneer komt die cavia? Als ons gras is gegroeid. Oh, waar is dat voor nodig dan? Gaat hij het opeten? Ja, hij gaat ons gras maaien.